Nogmaals welkom bij deze speciale dienst van House of Heroes, Harvest Family. Om samen met elkaar het Pinkstervuur van God niet alleen maar te beleven, maar ook vanuit het woord met elkaar te gaan lezen. Weet je, we hebben daar eerder over gehad toen de Heilige Geest, als we praten over de Heilige Geest, op Jezus kwam. Ook de Heilige Geest die kwam op Jezus, heel bijzonder. Dus we hebben allemaal de Heilige Geest nodig. Als Jezus de Heilige Geest nodig had, dan hebben wij ook de Heilige Geest juist nodig. En toen de Heilige Geest op Jezus kwam, leidde de Heilige Geest, zoals we weten, Jezus in de wildernis. En de Heilige Geest bereidde Jezus voor om een confrontatie aan te gaan in de wildernis, in de woestijnperiode met de vijand. En het is zo bijzonder dat Jezus door de Heilige Geest in de woestijn werd gebracht. En ik geloof dat vele miljoenen christenen dit ook momenteel ervaren. Dat we door de Heilige Geest in een periode zijn gebracht. Van misschien wel een vraagteken hoe en nu verder. En er is zoveel hoop. Daar ga ik zo met jullie over hebben. Er is zoveel hoop. Maar juist in deze wildernis. Omdat we door de Heilige Geest misschien ook wel in dit seizoen zijn geleid. Waarin we maar één ding kunnen doen. Dat is afhankelijk zijn van Hem. En dat is wat Jezus deed. Hij wist dat God hem kon redden. Hij wist het. En Jezus, die is zo bijzonder. Hij zei een aantal keer tegen de duivel, maar er staat geschreven. Daarom is dat woord zo belangrijk. Er staat geschreven. En omdat Jezus de duivel herinnerde over wat er staat geschreven in het woord van God, liet de duivel hem met rust. En zo wil ik samen met jullie vanuit het woord gaan lezen wat er staat geschreven vanuit het woord over die heerlijke, prachtige, heilige geest. Want mensen, wat leven we in een bijzondere tijd. En ik moest vanmorgen tijdens het tandenpoetsen, ik ben een hele week bezig geweest met deze boodschap. En mevrouw Laura, die kan daarvan getuigen. Ik soms gewoon rondjes draaide en rondjes liep in de tuin en dan weer naar binnen was. Soms doe ik dat op die manier en dan ben ik dan een hele week bezig met allerlei gedachten die God mij geeft. En een van de laatste gedachten voor de geboorte van deze boodschap was vanmorgen nog tijdens het tandenpoetsen. Waarin de Heer me heel duidelijk liet zien dat de gemeente in het Nieuwe Testament aan het bidden was voor Petrus. Petrus was in een situatie beland dat hij was gevangen genomen. En Petrus die zat in de gevangenis. En ze waren aan het bidden. Maar misschien waren ze gewoon uit traditie aan het bidden. Net zoals we vandaag de dag traditiegetrouw op Pinksteren bij elkaar komen. En herdenken en vieren dat de Heilige Geest is uitgestort. En dat doen we traditiegetrouw. En ik geloof dat tradities goed zijn. Elk jaar vieren we met elkaar Pinksteren. Maar vieren we het vanuit de wetenschap of vanuit ons denken dat het 2000 jaar plus geleden gebeurd is, of geloven dat datzelfde Pinkstervuur wat werd uitgestort over Jeruzalem voor jou vandaag beschikbaar is. Dat zijn hele andere gebeden. En de gemeente was bijna in een soort rol gekomen van ja, laten we er maar gewoon voor bidden. Laten we maar voor Petrus bidden. En ze waren geschokt dat Petrus uiteindelijk door het gebed van de gelovigen die engelen vrijzetten. En de engelen die zette Petrus vrij uit de gevangenis. Heel bijzonder verhaal. En Petrus op een bovennatuurlijke manier, die kwam tevoorschijn. En het eerste wat hij deed, hij ging naar de gemeente die aan het bidden was. En Petrus verscheen en ze kon het haast niet geloven. Ze gingen door met bidden. Weet je, en zo vaak in ons eigen leven zijn we misschien traditiegetrouw bezig met het bidden voor bepaalde zaken, terwijl dat de Heilige Geest voor onze deur staat. Hij staat voor je deur. Op dit moment, vandaag de dag, geloof ik dat de Heilige Geest misschien wel letterlijk voor jouw deur staat. Misschien heb jij wel deze week gebeden. Ik wil een aanraking van God. Ik wil dat vuur van God ook ontvangen. Dan mag je vandaag verwachten dat je vervuld wordt met de Heilige Geest. Amen. Ik wil graag een amen horen. Want weet je, wat vieren nou eigenlijk vandaag met Pinksteren? En ik wil heel eerlijk zijn. Ik heb geworsteld nogmaals met deze boodschap. Ik zeg, Heer, ik wil zo dicht mogelijk bij uw woord blijven. Om vanuit uw woord te prediken wat we eigenlijk vieren met Pinksteren. Ik had verleden week een artikel in ons lokale krantje gelezen. En er was een heel lief iemand die vertelde hoe fijn het was dat we een extra vrije dag hadden met Pinksteren. En dat gelovigen vieren dat er een soort duif op mensen was neergedaald. En dat het vredig was. En weet je, ik wil je even uit die droom helpen. Alles, en daar ga ik dan ook een boodschap over vertellen. Een nieuwe preek over de ruwheid van God. De ruwheid van Jezus en de ruwheid van de Heilige Geest. Jezus stierf niet aan een gepolijst kruis. Jezus stierf aan het ruwe kruis. En wat we eigenlijk vieren vandaag, wat we gedenken vandaag en waar we als het goed is verlangen naar hebben, dat was een ruwe uitstorting van de Heilige Geest die heel veel teweeg bracht.
En ik wil het met jullie hebben over de tijd waarin we nu zitten. Als we wereldwijd de geluiden horen, wereldwijd. Eigenlijk welke geestelijke leider je momenteel ook spreekt, die vervuld is met de Heilige Geest. Die hoor je praten over, er gaat iets groots gebeuren. En dat grote heeft te maken met datgene wat er gebeurde in Handelingen, de uitstorting van de Heilige Geest. De uitstorting van de Heilige Geest, dat was plaatselijk op Jeruzalem. Had niks te maken met het geluid van het in tongen bidden. Had te maken met het geluid vanuit de hemel. Het was alsof de Heere God zelf brulde over Jeruzalem. En de mensen die 40, 50 dagen daarvoor zeiden, kruisig de Jezus, zeiden nu in één keer, hoe kunnen we deze Jezus volgen? Wat een enorme grote ommekeer. Heeft te maken met het geluid wat de hemel vrijzette op deze aarde. Maar dit was over één plaats. En ik geloof dat Joël en Handelingen gedeeltelijk vervuld zijn. Waarin Joël praat over een uitstorting van de Heilige Geest over alle vlees. En dat we in de einde der tijden gaan zien, en ik geloof dat we in de laatste dagen leven, dat de Heilige Geest zal komen op alle vlees. Dus ik geloof dat we de afgelopen 2000 jaar een gedeeltelijk vervulde profetie hebben gezien. Van een plaats die vervuld werd met de aanwezigheid van God. Een plaats waar de kracht van God kwam. Omdat er een aantal mensen waren die hongerig genoeg waren om daar te zijn en om de vervulling van de Heilige Geest te ervaren. Het heeft de wereldgeschiedenis heeft het veranderd. Ik geloof dat het de meest krachtige bijeenkomst was met het meeste effect en de meeste vrucht. Jij en ik zijn daar nog steeds deel van. Van die happening, wat daar gebeurde. En wat heeft dat te maken in de tijd waarin we nu leven? Het heeft alles te maken met dat profeten wereldwijd profeteren dat we in de laatste dagen leven. En hoe lang die duren weten we niet. Maar wat we wel weten is dat er zoiets unieks gaat gebeuren wat te maken heeft met een wereldwijde uitstorting van de Heilige Geest. Net zoals de discipelen dat meemaakten in Jeruzalem. Maar dan niet alleen maar op één plaats, maar op plaatsen over de gehele wereld waar mensen hongerig genoeg zijn. Die het hebben uitgeroepen naar meer van God. Moest voorstellen een wereldwijde uitstorting van de Heilige Geest. Zoals zij die meemaakte in Handelingen. En dit is de richting, dit is de koerslijn waarin we met elkaar in terecht zijn gekomen. Ik geloof dat het zelfs onomkeerbaar is wat God gaat doen. En we hebben afgelopen anderhalve week geleden op donderdag hebben we met elkaar hemelvaart gevierd. Hemelvaart en Pinksteren zijn zulke bijzondere dagen, 10 dagen lang, waarin Jezus zei, ik ga nu naar de hemel, maar voordat ik terugkom, voordat jullie ook erop uitgaan, ga ik iets heel bijzonders doen. Ik ga jullie de belofte van mijn Vader geven. Ik ga jullie de kracht van de Heilige Geest geven. En dat lezen we, en we gaan dat met elkaar lezen in Lucas 24, vers 49. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader, zegt Jezus, aan jullie wordt ingelost. En dan zegt hij, blijf in de stad, totdat jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Bekleed. Met andere woorden, ik geloof met alles wat in mij zit, dat op het moment dat Jezus naar de hemel ging, naar zijn Vader, vond daar een manteloverdracht plaats. Die werd bekrachtigd 10 dagen later door de Heilige Geest. Jij en ik dragen op dit moment de mantel van Jezus. Dat is ook de reden waarom Jezus tegen de discipelen heel duidelijk zei, jullie zullen grotere dingen doen dan ik op deze aarde. Wij mogen de mantel van Jezus dragen. De laatste naam van Jezus, Christus, de gezalfde. Die naam hebben wij overgenomen. Wij zijn christenen. En dat is wat we vandaag vieren. Toen de Heilige Geest werd uitgestort. De geboorte van de gemeente. Wij mogen ons nu zelf christenen noemen. De laatste naam van Jezus mogen wij dragen. Jij en ik dragen een bijzondere mantel. Maar Jezus zei, voordat je erop uitgaat, voordat je gaat stappen in die bestemming die ik jou geef, wil ik dat je wacht, wil ik dat je bidt, wil ik dat je bij elkaar komt, wil ik eigenlijk dat je even apart wordt gezet in een soort quarantaine, even weg van alle drukte. En dat is de tijd waarin we nu bijna gedwongen worden. De tijd die we nu hebben. We hebben geen excuses misschien meer van overvolle agenda. Dit is de tijd die de Heer ons wil geven om ons te laten bekrachtigen door de Heilige Geest. Om bij de Vader te zijn, om naar hem te luisteren. En dit principe vind ik zo bijzonder, want dit is een openbaring die de Heer me 2 weken geleden gaf over die manteloverdracht. En toen moest ik denken aan de reizen van de afgelopen jaren. Ik kan me niet herinneren, en ik heb vele honderden reizen de afgelopen 25 jaar gemaakt. En de afgelopen 14 jaar was even na je geboren, 14 jaar geleden. En heel bijzonder.
maar dat beperkte soms er ook in het reizen. De eerste 4, 5 jaar kon hij mee, maar dan word je leerplichtig. En toen heb ik iets met mijn vader afgesproken. Mijn vader, die een van mijn beste vrienden is en een bijzondere voorbidder. Een groot voorbeeld ook voor mij in mijn persoonlijk leven. En ook in mijn storm jaren geleden zijn mijn ouders hebben een hele bijzondere rol gespeeld. Maar een van de dingen die we samen hebben afgesproken was, als ik wegga met reizen, dan wil ik een soort mantel overdragen. Want ik als vader ben een priester van dit gezin. En als ik op reis ben, dan vind ik het belangrijk dat die priesterlijke mantel die ik draag tijdens mijn afwezigheid thuis, dat die wordt overgedragen. En er is geen enkele reis geweest, nogmaals, ik praat over honderden reizen, dat we dat vergeten waren. Elke reis, voordat we op het vliegtuig stapten, legde ik letterlijk de mantel die ik droeg voor mijn gezin op mijn vader. En op het moment dat ik weer thuis kwam, belde mijn vader me vaak op of we zagen elkaar. En dan zeiden we van, oké, zei mijn vader, en nu geef ik je de mantel weer terug. Zo ontzettend bijbels. Er staat ook in Hebreeën 9 vers 11 dat Christus daarentegen is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. Heel bijzonder. En dan lezen we in 1 Petrus 2 vers 9 als Jezus wordt genoemd de hoge priester, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters. Met andere woorden, Jezus is de hoge priester. Wij mogen priesters zijn, mannen en vrouwen in zijn koninkrijk. En wij mogen zijn mantel waardig dragen. Dat is wat er met Pinksteren gebeurde. Dat is waarom Jezus zei, ik wil dat jullie teruggaan naar Jeruzalem, zodat je met kracht zal worden bekleed. De mantel van Jezus werd bekrachtigd door dat Pinkstervuur. En daar gaan Hans Maat en ik zo voor jullie voor bidden. Dat er een krachtige salving van de Heilige Geest in je huiskamer zal komen. Voor al degenen die kijken en dit na gaan kijken. En dat die mantel van Jezus op een bijzondere manier geactiveerd wordt in je leven. Want dat is wat hemelvaart betekent. Hemelvaart betekende, Jezus ging naar de hemel. En de opdracht die hij van de Vader had op deze aarde, mogen wij verder brengen. Wat bijzonder. En we hebben daar niet heel erg veel tijd voor om nog meer te praten over deze mantels. Want er zijn een aantal dingen die ik nog ook graag met jullie wil delen. Maar één voorbeeld wil ik toch even noemen. Dat lees je in 2 Koningen 2, een heel bijzonder verhaal. Daar lezen we dat in vers 8 Elia deed zijn mantel af en hij vouwde hem dubbel. Dat was een moment dat Elia naar de hemel zou gaan. Hij zou worden opgenomen. Heel bijzonder verhaal. Hij zou worden opgenomen en hij zou de mantel overdragen aan Elisa. En hij vouwde hem dubbel. En toen ik dat las, zei de Heer heel duidelijk tegen mij, Mat, deze tijd, dit seizoen, zal er een dubbele oogst plaatsvinden. Een dubbele mantel van Jezus. De Heilige Geest werd uitgestort. Maar ergens is het profeet, en ik kan het niet helemaal pakken, maar ergens geloof ik dat de kracht die de discipelen daar ervaren, dat we dat dubbel zullen ervaren in de tijd waarin we nu leven, met als vrucht een dubbele oogst. Elia deed zijn mantel af en hij vouwde hem dubbel. En heel bijzonder, hij sloeg ermee op het water, waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken. Wat een ontzettend bijzonder verhaal, boven natuurlijk. En terwijl ze overstaken, vroeg Elia aan Elisa, wat kan ik nog voor je doen, voor ik van je word weggenomen? Het is bijna alsof Jezus hetzelfde vraagt aan ons. Ik ben nu weggenomen, ik ben nu aan de rechterhand van de Vader, maar wat kan ik nog voor je doen? Hij zegt, vraag het maar. En Elisa antwoordde, laat mij dubbel in uw geest delen. En dit maak ik er een beetje zelf van. Maar ik voel de hartenklop van God. Dat Jezus aan ons vraagt vandaag, wat kan ik nog meer voor je doen? Dat ons antwoord mag zijn, Heer, we willen een dubbel deel ontvangen. Datgene wat ik voel de Heilige Geest hierover. Datgene wat de discipelen ontvingen, dat is een heel gevaarlijk gebed. Want daar ga ik zo over praten, wat eigenlijk inhoudt wat we vandaag vieren. En het effect wat het had op de maatschappij. Maar dat we eigenlijk mogen vragen straks, als we zo gaan bidden, Heer, ik wil een dubbel deel van uw geest. Dat is wat we mogen vragen. Een dubbel deel van uw geest, voor een dubbele oogst. En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur. Dat ging allemaal niet rustig. Dit was ruw. Dit was lijkt een blikseminslag. Met paarden van vuur ervoor. En Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. In 2 Koningen 2 vers 13. Hij raapte Elia's mantel, die was afgegleden, op en liep terug bij de oever van de rivier. En dat hield stil. Hij pakte de mantel.
En ik geloof dat er zo over 30 minuten iets bijzonders gaat gebeuren, waarin er een dubbele mantel van de Heilige Geest, en ik kan er heel moeilijk woorden aan geven, maar ik heb de hele week mee rondgelopen en ik zag het in de geest gebeuren, dat degene die kijken en dit horen, je zal een dubbel deel van de Heilige Geest ontvangen. En je mag het woord van God mag je nalezen, maar het heeft te maken met de dubbele oogst. Het heeft te maken met wat God op dit moment momenteel doet in de wereld. Weet je, de meeste opwekkingen zijn gestopt. Als je de geschiedenis bekijkt, er zijn heel veel opwekkingen zijn gestopt. En ik heb opwekkingen bestudeerd. Ik heb daar bijna alle boeken over gelezen. En we lezen dat als we de opwekkingen bestuderen die gestopt zijn, allemaal te maken hebben dat mensen dachten dat zij de opwekking teweeg brachten. Er kwam zonde in het spel. En mensen die gaven zichzelf de glorie. Maar als we Gods hart bestuderen over opwekkingen, is het zijn verlangen. En zijn verlangen is niet dat opwekkingen seizoensgebonden zijn. Maar zijn verlangen voor opwekking is, hij wil opwekking geven. Dat is zijn wil. Dat is zijn verlangen. Hij wil een uitstorting van de Heilige Geest. Niet in seizoenen, maar continu. Daarom zegt de Bijbel ook, laten we van glorie naar glorie gaan. Maar het zijn de mensen die de opwekkingen, de bewegingen van de Heilige Geest gestopt hebben. Toen ik zelf jaren geleden naar een aantal opwekkingen ben gegaan. Ik heb zelf opwekking meegemaakt, 11 jaar geleden in Myanmar. We hebben een aantal opwekkingen en opwekkingsmomenten meegemaakt in Nederland. En in het verleden ben ik, toen er ergens opwekking uitbrak, ben ik opwekkingen achterna gereisd. En daar ga ik zoiets meer over zeggen waarom ik dat heb gedaan. Maar ik ben in opwekkingen geweest. En in een van de opwekkingen, dat was zo bijzonder. En ik zag daar die rijpe appel hangen. Van hoe bijna een land, maar zeker een stad werd veranderd. Hoe mensen bij de pompstation, de mensen in de restaurants hun knieën bogen voor Jezus. Hoe we soms 8 tot 9 uur moesten wachten om een samenkomst binnen te gaan, want er was zoveel honger. Weet je, Gods hart is niet alleen maar een uitstorting van de Heilige Geest. De uitstorting van de Heilige Geest als vrucht heeft te maken met een zielenoogst en een verandering in de maatschappij. En terwijl ik in een van die opwekkingen was in 1999 in Canada, toen leek het wel of daar die hele rijpe appel hing. En ik vergeleek het een beetje met thuis. Met de bewegingen toen van Heaven on Earth die we meemaakten in Ahoy, in Zwolle IJsselhallen. En daar waren we daar met 6.000-7.000 mensen bij elkaar. We gingen de straat op en wat hebben we bijzondere dingen beleefd. Het was een kleine opwekking. Maar ik begon te vergelijken. En de opwekking die we hier misschien meemaakten was nog niet die vergoede appel. Was nog een klein appeltje. En die appel was nog bitter. En die was nog niet volgroeid. En ik begon te vergelijken. Maar de Heer zei heel duidelijk tegen me, de appeltje die jij hebt in Nederland, die jullie hebben in Nederland, en de appel die in Canada is, dat zijn 2 appels. Maar het zijn nog steeds appels. Ondanks dat deze misschien nog niet volgroeid is. En zo vaak dan vergelijken we de kleine bewegingen van de Heilige Geest met de grote bewegingen van de Heilige Geest. En zeggen we eigenlijk wat jammer dat het niet groter is. En kunnen we niet omgaan met die kleine beweging, misschien in onze ogen van de Heilige Geest. En de Heer wil ons leren om die kleine beweging misschien in onze ogen van de Heilige Geest, om die te eren. Want die kleine bewegingen van de Heilige Geest zullen een grote beweging van de Heilige Geest worden. De grote beweging van de Heilige Geest zijn altijd begonnen in het klein. Zijn begonnen met mensen die in de stilte, in het verborgen aan het bidden waren. Elke opwekking is begonnen met mensen die hongerig waren. Dat waren niet de duizenden, dat waren maar een paar mensen. De Bijbel leert ons dat. Er waren maar 13, 14 mensen bij elkaar aan het bidden toen de Heilige Geest opnieuw kwam met kracht. Volgens mij Handelingen 13. En dat Paulus werd uitgezonden om Europa te bereiken. Wat een vrucht. Vandaar ook de uitspraak, wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Zacharia 4 vers 10 staat, want wie veracht de dag de kleine dingen? En juist in deze tijd mogen we onze ogen open doen voor misschien in onze ogen de kleine dingen. En de laatste weken laat de Heer mij continu zien over dat kleine wolkje die Elia zag. Je kan het lezen in 1 Koning 18 vers 41. Het land was in een hongersnood beland en er was overal droogte en er was chaos en er was economische crisis. En daar was Elia. En Elia die hoorde de regen.
De afgelopen jaren hebben jij en ik, en misschien hoor je dit voor het eerst, maar dan heb je het gehoord, hebben gehoord over de late regen, hebben gehoord over datgene wat geprofeteerd staat in Joël. Wat God wil doen in deze tijd. Een uitstorting van de Heilige Geest over alle vlees. Een opwekking die de landen transformeert, die mensen transformeert. En velen van ons hebben jaren gebeden. Velen van ons hebben jaren gestreden, op onze knieën gelegen. En Heer is Elia die dat geluid van God heeft gehoord. Velen van jou, velen van jullie hebben het geluid gehoord, maar nog niet dat wolkje gezien. En nu zijn we in een global crisisbalans samen met elkaar. En het geluid van de opwekking, het geluid van er gaat iets geweldigs gebeuren, wordt niet kleiner mensen, het wordt sterker. Ik hoor het momenteel overal, er gaat iets groots gebeuren. En misschien word je er wel moe van. En misschien zeg je, ja, maar daar heb ik allemaal geen behoefte aan. Dan is deze preek niet voor jou. I'm sorry. Want ik wil tot degene praten. En misschien begrijp je het niet. Maar ik wil tot degene praten die ergens het verlangen hebben naar meer van God. Die ergens het verlangen hebben, ja, maar Heer, er moet toch meer zijn. Ook in mijn leven. Ergens moet dat zaadje gaan leven van, maar Heer, in deze tijd waarin het allemaal super lastig is, geloven we ergens dat u alles doet medewerken ten goede en dat u iets bijzonders gaat doen in dit land. En Elia die hoorde dat geluid. En wat deed Elia? In plaats van daarover heel veel te zeuren en te doen waarom het er nog steeds niet was, ging hij bidden. Was hij alleen bij de Vader. Dit is wat we nu kunnen doen. Jij en ik bij de Vader zijn. Misschien even niet meer die grote evenementen, daar draait het helemaal niet om. Het draait om jou en papa, jou en de vader. En Elia ging alleen die berg op en zo bijzonder, hij ging bidden. En hij ging bidden omdat hij het geluid had gehoord, maar hij zag het nog niet. En wij gaan zo straks bidden dat je het geluid in de geest zal horen wat God wil doen. Want het is Gods wil om een uitstorting te geven van de Heilige Geest die zijn weerga niet kent. En Elia de bad, en wat ik hier zo van hou, Elia was ergens een ongelooflijk als het kwam op de belofte van God, had hij een eigen wijsheid in zich, een volhardendheid in zich. Hij was eigenlijk een eigenwijze volhardende gebedsman. Wat was die eigenwijze, wat was die volhardend? En de eerste keer toen hij zijn dienstknecht stuurde om te kijken naar dat kleine wolkje, want er was droogte en chaos, dus ze hadden regen nodig. De eerste keer kwam er niets, en de tweede keer kwam er niets, en de derde keer kwam er niets. Velen van ons hadden hem misschien al opgegeven. Ik had misschien ook al opgegeven, ik ben heel eerlijk. En de vierde keer, en de vijfde keer, en de zesde keer, maar mensen, wat een les. God kon in één keer dat wolkje geven. En hij kon teleurgesteld raken dat het nog steeds niet verscheen. Hij had het gehoord en velen van ons zijn misschien in een seizoen terechtgekomen dat we ergens een teleurstelling hebben meegemaakt van we hebben het geluid gehoord. We horen dit misschien al jaren dat er iets gaat gebeuren en het komt maar niet. En we komen in een situatie dat we het bijna opgeven. Ik wil je smeken om het niet op te geven. Het is een woord van de Heer voor jou. Wat God wil zo graag dat je hierbij betrokken bent. En na de zevende keer kwam zijn dienstknecht terug. En die zei, maar ik zie dat kleine wolkje. Met andere woorden, het was iets heel kleins. En misschien deze weken gaat God misschien in jouw ogen iets heel kleins doen. Ik moest zo denken aan dat kleine kruikje met olie van de weduwe. En de profeet, dezelfde profeet, kwam langs. En die vroeg, wat heb je in je huis? En de vrouw, haar man was overleden. Ze moest het huis verkopen. En de kinderen zou ze bijna moeten verkopen. Ze had geen geld meer. En de profeet kwam langs, wat heb je in je huis? Een heel klein beetje olie. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. En de man God, die eerde het kleine wat die vrouw in huis had. En dat kleine wat zij in huis had, dat groeide uit tot een voorziening voor haar hele leven. Dat kleine wat God misschien op dit moment in jouw ogen, in jouw leven doet, dat zal uitgroeien tot een beweging die jouw familie, die jouw zaak, die daar waar God je geplaatst heeft, zal veranderen. Laten we met elkaar niet onze ogen sluiten voor misschien de kleine dingen die God doet in je buurt. Laten we het omarmen. Laten we daar wijs en als rentmeesters mee omgaan. Want dat hele kleine wolkje, dat was een voorteken van iets heel groots. En in Nederland zien we heel veel kleine wolkjes van leiders die bij elkaar komen. Afgelopen week ben ik ook naar een leider toegegaan waarvan mensen nooit hadden gedacht dat ik die man zou bezoeken. Maar we hebben het gedaan. Wat hebben we een bijzondere tijd samen gehad.
Wat was er een eenheid in de geest. Mensen zoeken elkaar op die elkaar nooit zouden opzoeken. Mensen komen samen. Mensen zijn allemaal kleine wolkjes. En Elia die zei, ga nu naar die koning toe. En zorg dat het land wordt voorbereid. Hij zag de regen nog niet. Het enige wat hij zag was een klein wolkje. Maar het land werd voorbereid. In deze voorbereidingstijd profeteer ik tegen jou. Maak je land klaar. Je hebt grondgebied van God gekregen. Hij gaat iets groots doen. Hij gaat het laten regenen. Dat wolkje zal uitgroeien tot een wolk die zijn weerga niet kent. Er zal regen vallen, niet alleen maar in Jeruzalem. Maar er zal regen vallen op elke plaats, op elk dorp waar mensen hongerig zijn naar meer van hem. En de regen in het Oude Testament staat heel erg vaak profetisch voor het werk van de Heilige Geest. Johannes 7 praat over stromen van levend water. Dit is wat er gaat gebeuren. Een massale uitstorting van de Heilige Geest. Op plekken waar mensen hongerig zijn naar meer van hem. Dat is het hart van God. Hoe vertaal je opwekking naar de maatschappij? Weet je, we hebben de afgelopen jaren, ga ik heel eerlijk met je over praten. De afgelopen 15, 20 jaar heb ik in de bediening de meest extreme manifestaties van de Heilige Geest gezien en meegemaakt. En ik wil je een voorbeeld geven hoe wij moeten leren als christenen om een manifestatie, als we met elkaar in die aanwezigheid te zijn, om dat te vertalen naar de maatschappij. Want het is niet alleen maar een manifestatie. Weet je, als we praten over het Pinkstervuur, dan hoort daar manifestaties bij. En ik hoop niet dat je afhaakt, want dan mis je het belangrijkste punt. Je leest overal waar de Heilige Geest werd uitgestort, daar waren manifestaties. En die komen van God. Wat hebben we met elkaar als christenen? Dit is heel serieus. Manifestaties van God die we niet begrepen, veroordeeld. Maar het gaat niet alleen om manifestaties. Manifestaties zijn nooit het doel van Pinksteren. Heilige Geest die richt zichzelf altijd op Jezus. En we hebben de meest extreme manifestaties gezien. En hoe vertalen we een manifestatie wat vaak bedoeld is om iemand genezing te brengen aan de binnenkant. Hoe vertalen we dat nou naar de maatschappij? Dus stel je voor, we zijn op een Mission Possible, een grote conferentie die we normaal gesproken regelmatig organiseren. En daar vinden manifestaties plaats. En er komt een man binnen, deze man die worstelt met het leven. Allemaal gebroken relaties. Deze man die dealt met verslaving, is gewoon not happy in life. Hij is manager bij, laten we zeggen, een grote supermarketen. Ik weet niet of ik reclame mag maken, maar bij een grote supermarketen. Daar is hij manager, hij komt binnen en hij wordt aangeraakt door de Heilige Geest. Hij komt naar voren of hij staat tijdens de aanbidding. Hij voelt de elektriciteit van God en hij schudt onder de kracht van de Heilige Geest voor 2 uur. Hij trilt, hij schreeuwt, hij begint te huilen, hij begint te lachen, hij rolt over de vloer. Mensen, we hebben het allemaal gezien. Fantastisch. Dat is iemand die een ontmoeting heeft met God. Hij staat op, hij kijkt alles uit zijn ogen, hij voelt die zwaarte niet meer, hij voelt zich vredig. En hoe vertalen we dit nu naar de maatschappij? Het doel mag nooit zijn dat als hij komt in zijn supermarketen waar hij manager is, dat iedereen ook zo gaat schudden en vallen onder de kracht van de Heilige Geest. Dat mag niet het doel zijn. Het doel van deze man mag zijn, en dat is het doel van opwekking en aanraking van God, is dat je vrij wordt van angst van mensen. Een element is dat je vrijmoedigheid van God ontvangt die je daarvoor niet had. Je wordt vrijmoedig. Het is letterlijk zo dat je, als je die aanraking van God hebt gekregen, die manifestatie van de Heilige Geest, dat je vrij wordt van de angst van mensen. En wat doet deze manager? Deze manager die brengt de manifestatie die hij heeft ontvangen van God. Hij brengt het in zijn maatschappij. Het doel is niet dat ze ook allemaal gaan rollen en schudden. Nee, het doel is dat hij de waarde van God in de cultuur brengt. Dat de cultuur op zijn werk gaat veranderen. Dat er rechtvaardigheid komt. Dat hij de vrijmoedigheid krijgt om voor anderen te bidden. Dat hij de handen op de zieken legt. Dat hij mensen tot Jezus mag leiden. Dat is hoe wij opwekking vertalen in de cultuur. Amen. Moest voorstellen dat we dat allemaal doen. Al de mensen die aanraking van God hebben gekregen, dat we dat gaan vertalen naar de maatschappij waar God ons in neer heeft gezet. Dat is het doel van Pinksteren. Dus je kan zeggen, ik ben zo aangeraakt door God, dat mijn angst en vrees voor mensen weg zijn. Ik heb een element van moed in mij ontvangen en daar ga ik iets mee doen.
En je wil me één ding uit zo'n manifestatie. Ik heb het honderden keren, misschien wel duizenden keren gezien. Duizenden keren. Dat als mensen weer opstaan, ze willen maar één ding, dat is God dienen. Ze willen maar één ding, dat is dicht bij Jezus zijn. Dat is een vrucht van de manifestatie. En nu een lastig stukje. En dat is dat elke opwekking. Want dat is namelijk het seizoen waarin we in leven. We kunnen dit allemaal wel willen. We kunnen allemaal zeggen, oké, Heer, we vieren vandaag Pinksteren. Maar wat houdt het nou daadwerkelijk in? Een machtige, krachtige uitstorting van de Heilige Geest. Naast dat Jezus alleen was met de Vader. Naast dat we die alleen momenten moeten hebben met Hem. Hebben we ook momenten nodig van een krachtige, ruwe aanraking van God. Op steden, op dorpen, op jouw leven. En jij bent die poort waar God doorheen wil werken. Maar elke opwekking kent elementen van aanstoot. Je ziet dat door de hele geschiedenis, dat elke revivalist, elk persoon die gebruikt is in opwekking, een tegenstander had. En de geschiedenis is niet zo aardig en niet zo genadig voor mensen. Het is de geschiedenis in de geschiedenisboekjes voor mensen die aanstoot hadden genomen en het tegenstander waren van de opwekking en de uitstorting van de Heilige Geest. Je leest eigenlijk nauwelijks over hen. Tragedisch genoeg is het zo dat op het moment dat je in die opwekking leeft en op het moment dat we in die beweging zijn, dat de tegenstander, de criticus, even populair is als degene die staan in opwekking. Dat is helaas gewoon het feit. En we zien dat eigenlijk terug in de geschiedenis, in de 1900, toen mensen voor het eerst weer begonnen te spreken in tongen. Er werd aanstoot genomen. Oh, wat is daar kritiek op geweest? De Jezusbeweging, een van de grootste bewegingen in de 1900, waarin duizenden mensen werden aangeraakt door Jezus, maar ze hadden lange haren en ze liepen op blote voeten. Wat werd daar aanstoot aangenomen? Of toen de uitstorting plaatsvond in Toronto in 1996, de manifestaties van het lachen in de geest. Wat werd daar aanstoot aangenomen? Weet je, en ik geloof dat er in elke opwekking, en ik geloof zelfs dat God dit bewust doet, in elke opwekking en in elke uitstorting van de Heilige Geest zijn er elementen waarin jij en ik aanstoot nemen. En waarom doet God dit? Zodat datgene waar we aanstoot aan nemen, dat zit in ons hart. Het openbaart ons hart. Want wat is nou de reden dat we aanstoot nemen? En ik ga misschien nu iets zeggen wat niet zo aardig is. En zo bedoel ik het niet, maar en ergens ook wel. Want ik zeg het ook tegen mijzelf. Als ik naar een beweging van God toe kom, kom ik het niet om het te bekritiseren. Als ik uitroep voor een uitstorting van de Heilige Geest, dan wil ik maar één ding. Ik wil daar deel van zijn. Ik wil me onderdompelen in die aanwezigheid van God. Ik wil geen aanstoot nemen. En ik moest zo denken de afgelopen tijd aan het feit als we nu met Pinksteren bidden met elkaar voor een uitstorting van de Heilige Geest. En dat is het Engels woord messy, dan zal het wat rommelig worden. Messy worden. Waarom? Er komen mensen tot Jezus, het is allemaal niet zo gepolijst. Maar soms, als ik heel eerlijk ben en ik kijk naar onze eigen gemeente en ik kijk naar gemeentes om me heen, ik wil het niet veroordelen, want ik kom niet tegen ons verstand. We hebben ons verstand nodig, maar ik zou je vertellen, met je verstand zul je nooit opwekking beleven. Het is altijd om het hart. Ik geloof in intellect, ik geloof in wijsheid, maar onze intellect zal ons in de weg staan als we opwekking proberen te begrijpen. That's how it is. We kunnen opwekking niet analyseren. We kunnen niet langs zij komen om een opwekking te analyseren. Want dan zijn we bijna als die Michelinster restaurant inspecteurs. In de wereld heb je Michelinster restaurants. En daar moest ik gisteren in één keer aan denken. Ik heb het een beetje gegoogeld. Er zijn in Europa ongeveer 90 inspecteurs die hoge gekwalificeerde restaurants. Dat noem je Michelinster restaurants. Je hebt 1, 2 of 3 sterren. En die inspecteurs die komen langs en die kijken niet alleen maar naar de entourage, maar die kijken naar de bediening. Die kijken naar het eten. Die kijken met andere woorden naar hoe hard de muziek staat, hoe zacht de muziek staat, hoe lang de preek duurt, wat er wordt voorgeschoteld. En het moet allemaal van zo hoog niveau zijn. En als het van een iets lager niveau
is, dan kunnen restaurants kunnen hun ster verliezen. Ik heb wel interviews gelezen gisteren allemaal via Google van restaurant Michelinsterhouders, dat de druk zo hoog was dat ze het gewoon opgaven. Het leven was niet meer leuk. En soms heb ik het idee dat we moeten oppassen dat de gemeentes in Nederland niet van zo'n hoog niveau moeten worden dat God niet meer in kan grijpen. Dat God niet meer kan bewegen, want alles is gebonden aan tijd. Het is zo gepolijst geworden. En we zijn bijna inspecteurs geworden. We komen langs zij, niet om ergens deel van te zijn, maar we komen daar om het voedsel en hoe ze het doen en hoe hard de muziek is te bekritiseren en te analyseren. Met die houding kunnen wij en zullen wij nooit opwekking zien. En ik kijk naar mezelf. En ik spreek tot mezelf. Ik wil oppassen in deze tijd om me geestelijk te vestigen. Om de houding te hebben, ik heb het allemaal gezien, ik ben op leeftijd. Weet je, Mozes was 80 toen hij een ontmoeting met het vuur van God had. Een van mijn meest scary stories, van mijn meest enge verhalen in het Nieuwe Testament. En we kunnen het niet helemaal lezen, maar lees het thuis. Matthäus 25, vers 14 tot 30. Is een eng verhaal, is een spannend verhaal. Waar Jezus praat over de talenten. En dat is een som geld. Jezus geeft iets. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. En dit voorbeeld die Jezus zelf verkondigt, zegt hij, weet je, ik heb die ene 1 talent gegeven. En die andere 5. En die ene zoveel. En uiteindelijk kwam die terug. En wat heb je met je talent gedaan? En velen van ons zijn in een situatie gekomen dat we iets ontvangen hebben van God. Dat ene talent. Misschien zeg je, maar ik heb zo weinig ontvangen. Maar wat hebben we gedaan? Dat ene talent, dat hebben we verstopt in de grond. Dat ene talent van God hebben we niet gebruikt. En je kan het thuis lezen wat Jezus daarover zegt. Ik wil je oproepen om dat talent wat God jou heeft gegeven, die gave die God je heeft gegeven, om die te gaan gebruiken. Ik wil liever het risico lopen. En ik wil ervoor gaan om dat ene talent te gebruiken voor zijn koninkrijk. Want hij wil dat vermenigvuldigen in je leven. Dit is een woord van de Heer. Maar velen van ons, we proberen het talent wat we van God hebben gekregen te beschermen. Door het te verstoppen. Door het te controleren. Er staat in Hebreeën 12 vers 1 dat we omgeven zijn door een wolk van getuigen. En als we dan het hebben over die manteloverdracht, kwam het moment erin dat Lau en ik een aantal maanden geleden aan het sterfbed van Jan Sjoerd lagen. En letterlijk hebben we daar een manteloverdracht van Jan Sjoerd ontvangen. En zijn laatste woorden, een van zijn laatste woorden. En zijn handen met al zijn energie nog op ons legt. En hebben we een manteloverdracht ontvangen. En hij is nu bij de Heer. Weet je, Jan Sjoerd Pastekamp, Billy Graham, Reinhard Bonke, Corrie ten Boom. Al deze mensen die zijn gegaan voor de volgende generatie. En er is een wolk van getuigen. Nu op dit moment. Er is een wolk van getuigen. Waar al deze vaders en moeders in zitten. En die kijken met elkaar over die mantel van Jezus oppakken. En het verder brengen dan waar zij het hebben gebracht. En Laura en ik en de kinderen waren onlangs naar een documentaire aan het kijken. Een zeer bijzondere documentaire die ik jullie allemaal wil aanraden. Het was op National Geographic en het ging over de migratie van dieren en insecten. En er was één moment die ik nooit meer zal vergeten. We zaten daarnaar te kijken en het ging over miljoenen vlinders die in Mexico waren. En deze miljoenen vlinders, waren echt miljoenen vlinders, die maakten een migratie naar Canada. Duizenden kilometers. Maar om naar Canada te komen, kostte het 4 generaties. En ze begonnen in Mexico en ze vlogen naar een bepaald punt toe, zo ver mogelijk. En daar stierven ze. Ze hadden eitjes gelegd. Ze stierven en de volgende generatie bracht het weer verder. Totdat ze uiteindelijk in Canada waren. En dit is wat de Heer zo duidelijk sprak. Van Matthäus, wat ik ga doen wereldwijd heeft te maken met een multigeneratie migratie. Het is multigeneratie. Mijn doel op deze aarde is om zo ver mogelijk te komen met de bestemmingen van God. Zodat mijn volgende generatie zo ver kan als mogelijk. Dat is wat Jan Sjoerd Pastekamp deed. Dat is wat Anne van der Bijl doet, die nog steeds leeft. Zo ver mogelijk gaan, zodat onze volgende generatie vanaf daar het weer verder kan nemen. Multigeneratie.
Dat is wat God momenteel wereldwijd doet. Spreuken 27 vers 7 staat, wie genoeg te eten heeft, en de NBG zegt hier verzadigd, veracht de zoetste honing. Maar wie honger heeft, is al het bittere zoet. In hoeverre zijn we verzadigd geraakt? Ook in mijn leven heb ik seizoenen gekend dat ik verzadigd raakte. En dat ik soms gefrustreerd was als ik in de dienst was. De muziek stond te hard, de preek duurde te lang, de koffie was te lauw. Wat is het prijs van de Heer trouwens voor een voorganger nu? Ik vind het een heerlijke tijd. Ik mis iedereen. Maar nu heb ik even niet het gezeur van de muziek staat te hard, de preek duurt te lang en de koffie is te koud. Want u kunt zelf thuis een koffie zetten. Als het geluid thuis te hard is, heeft u een eigen afstandsbediening. En als de preek te lang is, kunt u doorspoelen. Prijs de Heer. Maar in hoeverre zijn we verzadigd? Want dan wordt zelfs de zoetste honing, die verachten we. En de kinderen in Afrika, misschien een raar voorbeeld, maar de kinderen in Afrika, die eten alles wat ze voorgeschoteld krijgen. Ik ben daar een paar keer bij geweest met Heidi Baker en de rijst en de kip. Ik kan me nog herinneren dat we 300 kinderen voor het eerst uit eten meenamen naar een of ander openluchtrestaurant waar ze rijst en kip aten. En wat waren ze blij. En ik zeg, Heer, zo wil ik mijn hele leven lang blijven als een kind hongerig naar u. Ik wil niet verzadigd in die zin raken. Want als we denken dat we het allemaal weten, heeft te maken met controle. En dan zijn we niet meer hongerig. Ik zeg, Heer, maak me hongerig voor u. Are you still with me? Want het is heel belangrijk dat we dit wel heel eerlijk met elkaar delen. Want als de uitstorting van de Heilige Geest massaal gaat plaatsvinden, wereldwijd, dan zullen er mensen zijn die aanstoot nemen. We zien dat in de hele geschiedenis. Die zullen zeggen, ja, maar dat kan de Heilige Geest niet zijn. Een bepaalde manifestatie waar mensen aanstoot aan zullen nemen. En ik weet niet hoe de volgende uitstorting van de Heilige Geest eruit zal zien. Je kan het in de hele geschiedenis nalezen. Er is in elke opwekking namen ze aanstoot. Het was altijd wel iets waar mensen aanstoot aan namen. De reden waarom ze aanstoot namen, was een openbaring die ik zelf ontving, was waarschijnlijk omdat ze zelf niet de ervaring hadden gehad. En dan word je een heel arrogant, trots christen. Want wat je eigenlijk zegt is dit. Ik heb die ervaring die persoon heeft, die heb ik niet gehad. Daardoor keur ik dat af. Met andere woorden, ik begrijp het niet. Dat kan ook. Maar de meeste mensen zeggen, ik wil eerst eigenlijk die ervaring zelf hebben voordat ik kan beoordelen of dit wel iets van God is. Dat heeft te maken met arrogantie. Heeft niets te maken met... Wat we allemaal graag willen is... We willen mensen beschermen, dat is zo ontzettend goed. En daar ga ik zo over lezen en dan gaan we zo ook Hans Maat vragen om voor ons te bidden. Maar Jezus waarschuwt ons voor iets. Weet je, ik geloof dat we als leiders ook geroepen zijn om mensen te beschermen. Om mensen te beschermen voor excessen. Om mensen te beschermen voor uitwassen. Om mensen te beschermen voor allerlei overdrijvingen. En dat gezegd hebbende... zegt Jezus ook iets heel belangrijks in Matteüs 13, vers 24. En hij hield hun een andere gelijkenis voor. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker zaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrokken weer. Met andere woorden, als we praten over het koninkrijk van de hemel en de beweging van de Heilige Geest, is daar ook de vijand bij die vaak zaad zaait, wat onkruid veroorzaakt. Onthoud dat Jezus Judas in zijn leven uitnodigde. Het was een risico die Jezus liep. Maar het was een geest van onkruid. En toch liet Jezus het toe. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten kwamen van de Heer vragen, Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt toch dat onkruid vandaan? Hoe zit dat nou? En hij antwoordde, dat is het werk van de vijand. De knechten zeiden tegen hem, wilt u dat wij het onkruid ertussen wieden? En hij antwoordde, nee. Want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst. Dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen, Jezus, zal zeggen, in de oogsttijd. We geloven dat we in de oogsttijd leven. Wie het eerst onkruid, bindt het in de bundels bij elkaar en verbrandt het. En brengt dan het graan bijeen in mijn schuur. Met andere woorden, in elke opwekking is er onkruid. Dat is gewoon een feit. Gebeuren er dingen die niet van God zijn.
Maar wat doen we? Daarom ben ik begonnen met die kleine appel. Wat doen we als die appel nog niet volgroeid is en we zien dat onkruid? Wat doen we dan zo vaak? We veroordelen het. Het probleem is met onkruid en graan, als het samen opgroeit, zie je werkelijk niet het verschil. En wat zegt Jezus? Haal het onkruid er nog niet uit, maar als die appel volgroeid is, die opwekking volgroeid is, dan zijn die aren zo vol met graan, dan zullen ze buigen. Dat is wat er gebeurt. De graan die groeit en er is zoveel vrucht dat de stam buigt, maar onkruid niet. Onkruid draagt geen vrucht. De onkruid blijft recht staan. En dan zegt Jezus, dan is het goed om het onkruid weg te halen. Met andere woorden, omdat we in die voorbereidingstijd zitten. Ik geloof dat het een woord van de Heer is. Dat Jezus ons waarschuwt om ons niet te focussen gelijk op het onkruid. En dat er al uit te trekken. En te veroordelen. Maar om het tijd te geven om zich te laten ontwikkelen. En als die volledige oogst op gang is gekomen. Om dan met elkaar te gaan kijken. Ja, maar het onkruid, we zien nu wat onkruid is. Maar vaak zijn we er al zo vlug bij. Ik kan me herinneren, jaren geleden was er een opwekking uitgebroken in Amerika. Ik ben daarheen geweest. Mensen, fantastisch. Wat is daar veel gebeurd? Maar wat een verschrikkelijke, ellendige, misselijk makende, arrogante discussie in Nederland. Over die opwekking daar, die daar heeft plaatsgevonden. Van mensen die er niet waren geweest. Het niet begrepen. En het letterlijk compleet uit de grond trokken. We moeten oppassen. We moeten wijs zijn. Dat zegt Jezus hier ook. Maar we moeten ook oppassen om het onkruid niet gelijk eruit te trekken. Want het kan zijn dat je de graan ermee ook uittrekt. Joel, we gaan eindigen zo. Joel 2 vers 23. En jullie kinderen van Sion, wees blij en barst uit in gejubel om de Heer, jullie God. Want hij geeft regen om je te verkwikken. Hij laat de regen overvloedig op je neerdalen. Vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd. De dorsvloeren liggen weer vol met graan. De perskuipen lopen over van wijn. Mensen, dit is het seizoen waar we met elkaar instappen. De late regen. De vroege regen is geweest in Handelingen. Maar de late regen maken we nu met elkaar massaal mee. Wat zijn de elementen nogmaals van een opwekking? Toen de Heilige Geest kwam. En Hans, je mag erop komen op het podium. We gaan zo binnen. Maar toen de Heilige Geest kwam. We lezen het allemaal in Handelingen 2. Je mag het zelf thuis allemaal lezen. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze bij elkaar. Dat is vandaag wat we vieren. En plotseling klonk er uit de hemel een geluid. Als van een hevige windvlaag. Laura is ermee begonnen in haar gebed. Dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. En er verscheen aan hun een soort vlammen. Die zich als vuurtongen verspreidden. Dit was niet zachtjes, dit was ruw. Dit was kracht. En die krachtige aanraking bidden we op jouw leven. Maar dit was het resultaat in Handelingen 2 vers 6 tot 7. Als we echt daadwerkelijk bidden voor een uitstorting van de Heilige Geest, dan zullen ook deze elementen erin zitten. Toen het geluid weer klonk, drommen ze samen. Dat is altijd wat er gebeurt. Als er een uitstorting van de Heilige Geest plaatsvindt, dan drommen de mensen samen. Dan hebben we geen PR meer nodig. Echt. Je hebt het meegemaakt in Myanmar. Maar dit was de vrucht ook. Ze raakten geheel in verwarring. Een van de elementen van opwekking. Een van de elementen van de uitstorting van de Heilige Geest is verwarring. Omdat ieder de apostel en de andere leerling in zijn eigen taal hoorde spreken. Er gebeurde iets wat ze niet begrepen en zelf nooit hadden meegemaakt. En dan lezen ze waren buiten zichzelf en verbaasd. Dus een element is verwarring. Buiten zichzelf van verbazing. En ze zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken. En dan vers 12, verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht. Dus er is verbijstering. Mensen zijn van een stuk gebracht, vroegen ze elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Met andere woorden, spotten, van stuk gebracht zijn, verbijstering, verwarring, buiten zichzelf, verbazing, horen allemaal bij een uitstorting van de Heilige Geest. En dan vers 17, en daar ga ik mee eindigen. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. En dat is mijn verlangen, dat is Hans' verlangen. Dat de Heilige Geest zo krachtig op jouw leven komt. Dat je net zoals een kind hongerig bent. Niet een inspecteur van restaurants. Die zullen er altijd blijven. Maar dat je deel bent van die onderdompeling. Van die beweging van God. In Jezus' naam. Wij gaan zo samen bidden voor een activering van de mantel die God op je leven heeft geplaatst. Wij gaan zo bidden. Voor een uitstorting van de Heilige Geest. Heb jij nog iets toe te voegen, Hans? We hebben nog 1 minuut.
Nee, we gaan bidden dus dat God bestemmingen zeg maar activeert. Hè? En ook gaven geeft en een mantel geeft, zodat ze kunnen doen wat ze moeten doen. En laten we, ja, wij zijn natuurlijk ook wel mannen die best wel durven, toch Matthäus? Af en toe. Ja, laten we die vrijmoedigheid ook afbidden van de hemel, zeg maar. Zodat mensen ook in die supermarkt en op straat gewoon het getuigenis van Jezus durven delen. Ja, amen. Zou jij willen beginnen te bidden? Zullen ook thuis onze handen openen? Ja, lieve mensen, misschien moet je zelfs uit je luie stoel komen. Of uit je comfortabele leunstoel. En gaan staan en elkaar misschien wel een hand geven of je handen openen. Want het is altijd God zelf die geeft. Wij kunnen het niet geven, maar op het gezag van Jezus Christus mogen we het uitdelen. Mogen we delen om niet wat we hebben ontvangen. En ik bid eerst, Vader, om een zegening van uw vrede. Dat is de blessing of peace. Vader, ik bid u dat u hun ingewanden, hun middenrif vervult met vrede, zodat ze het ervaren dat er een diepe rust komt waar onrust en angst is. Waar nog niet het gevoel is dat ze misschien helemaal zich hebben kunnen overgeven aan u. Daar bid ik u nu, wilt u hen helemaal bekleden met uw vrede. Maar u bent ook een God van kracht. Daarom bid ik ook, Heer, dat u ze bekrachtigt op dit moment. En ik bid u om de zegening van kracht in de naam van Jezus. En ik bid u, Heer, dat ook al zijn manifestaties niet het doel op zich, dat het ook manifest zal zijn. Dat ze het ervaren tot in hun lichaam, in hun geest en ziel en hart. Want u bent een holistische God, Heer. Als u iets aanraakt, raakt u alles aan. Maar ook als je het niet zou voelen, ook als je het niet zou voelen, dan krijg je de bekrachtiging voor de zalving die op jouw leven ligt. En die zalvingen zijn heel verschillend. En misschien moet je eerst nu gewoon hardop zeggen in je huiskamer of tegen je vrouw of tegen je kind. Heer, zend mij en zend uw vuur op mijn leven. Kom zuidenwind, de zachte zuidenwind. Kom noordenwind, de krachtige noordenwind. En vervul mijn leven, blaas door mijn leven heen in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Vader, ik bid u, Heer, voor hen die een moeilijke periode ingaan, om een zalving voor volharding en voor moed. Volharding en moed, dat is waar ik heel sterk bij bepaald word. Heer, ik bid u ook, Heer, voor de profetische jonge generatie die aan het opstaan is. Misschien zit je wel gewoon op de bank. Misschien ben je gewoon in het huis. Maar jij zult ooit de stem van de Heer vertolken in dit land. En de mensen zullen luisteren naar je woorden, omdat er kracht vanuit zal gaan. Omdat de Heilige Geest ze ingeeft. Omdat de Heilige Geest het vermenigvuldigt in je leven. En wellicht ben jij zo'n jonge man of zo'n jonge vrouw die wel graag meer zou willen. Ook al spreek je daar niet hardop over met je omgeving. En dan als je nu je openstelt daarvoor, dan is dat verlangen van God. En dat verlangen zal worden uitgevoerd omdat God trouw is aan elke belofte die hij heeft gegeven. En die over jouw leven ligt en die je gaandeweg zult leren kennen. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor de zalving van uw Heilige Geest. Heer, en ik roep al die mensen die verlangen naar het getuigenis van Jezus Christus in de gewone samenleving, in de gewone wereld, in het Koninkrijk van God waar Matthäus over spreekt, Heer. En die de vrijmoedigheid missen. Ik deel die gave van vrijmoedigheid mee in Jezus' naam. Dat heeft weinig met karakter of persoonlijkheid alleen te maken. Het is de moed die van boven komt. Het is de gave van geloof die je op verschillende momenten zult ontvangen in bijzondere situaties. En je zult mensen binnenbrengen in het Koninkrijk van God. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Vader. Ja, dank u wel, Heer, dat we ook vandaag naar uw boodschap mochten luisteren. En Heer, daar waar wij aanstoot hebben genomen. En Heer, ik heb daar ook deel aan genomen. Heer, daar willen we vergeving voor vragen. Daar, Heer, waar we zo vlug zijn in ons oordeel over iets als wat niet van u zou moeten zijn. Omdat we zelf die ervaring niet hebben gehad. Daar willen we vergeving voor vragen. Ja, Heer. We willen vergeving vragen samen op deze bijzondere dag. Heer, waarin uw gemeente is geboren. Mensen, dit is een woord van de Heer. De gemeente van Jezus Christus, waar jij en ik deel van uitmaken, is niet geboren in een super gepolijste gebouw. Met gepolijste programma's. Er was een ruwe, krachtige uitstorting van de Heilige Geest. Amen. En massa's mensen kwamen tot Jezus. Er was onderlinge ruzies. Er was strijd. Het was mensen, het was allemaal niet zo mooi gepolijst als we denken. Maar er was vreugd. Er was onkruid.
maar er was vrucht. En Heer, we verlangen. Dit is een gevaarlijk gebed. In die zin gevaarlijk. Dat ik geloof dat God het gaat doen. Maar Heer, we verlangen met elkaar. Naar een moment in de geschiedenis van Nederland. Voor een krachtige uitstorting van uw Heilige Geest. En Heer, wilt u in ons hart werken? Heer, we willen nu al zeggen, we willen geen aanstoot nemen. We willen ons leven en onze controle overgeven aan u. En ik wil danken, Jezus, dat u, toen u naar de hemel ging, dat er een manteloverdracht plaatsvond. Op alle generaties. Het zegt Joël, er zal een tijd komen dat rijk en arm, blank en zwart, jong en oud, alle barrières, alle muren zullen wegvallen tussen klassen, tussen ras, tussen geslacht. Als je een man of vrouw bent, kind of bejaard. De Heilige Geest wil iedereen gebruiken. Multigeneratie. En Heer, ik wil voor elke kijker bidden op dit moment. Voor een krachtige aanraking van uw Heilige Geest. Of je het nou voelt of niet. De mantel van Jezus ligt op jouw leven. Amen. Hij heeft het aan jou gegeven. Er heeft een manteloverdracht plaatsgevonden. En vandaag vieren we dat die mantel wordt geactiveerd. Dat is Pinksteren. Dat is Pinksteren. En dan mag het een beetje messy zijn en rommelig en er misschien anders uitzien. Misschien niet zo netjes allemaal. Laat de koffie maar een keer lauw zijn en de muziek een keer te hard. Daar gaat het allemaal niet om. Het gaat om de mantel die Jezus op je leven heeft gelegd. Ja, dank u, Jezus. En ik bid voor Nederland. Voor al die geweldige kerken. Maar daar, Heer, waar we gepolijst zijn geworden. Daar waar het is gaan draaien om podium en licht en nog mooier geluid en nog mooier dit en nog mooier dat. Heer, dat we weer terug zullen gaan naar de kern waar het allemaal om draait. Heer Jezus, dat is uw koninkrijk brengen. Heer, we geven u toestemming. Wij in ieder geval ook hier in deze gemeente. Heer, we geven u toestemming om te komen met de kracht hoe u het wilt. En dan zien we misschien iets minder gepolijst uit. Maar Heer, we willen maar één ding. Dat is de ruwe kracht van de Heilige Geest. Dat ons hongerig maakt aan meer. Daar waar we verzadigd zijn geraakt. Daar waar we het misschien allemaal al gezien en gehoord hebben en gelezen. Bid ik Jezus, vandaag de dag besluiten wij om weer hongerig te worden. Ja, Jezus. We leggen af alles wat u zo licht in de weg staat. Ja. Heer, onze trots omdat we onszelf soms meer voelden dan anderen. We leggen al onze kerkelijkheid af. Alsof we het beter weten dan anderen die deel uitmaken van andere denominaties. Want Matthäus en ik verbinden ons elkaar en we komen uit twee verschillende werelden. Maar Heer, er is liefde omdat we samen dezelfde God dienen. En hetzelfde vuur dragen. We dragen hetzelfde vuur. Kom met uw vuur, Heilige Geest. Kom met uw vuur op dit moment in de naam van Jezus op alle hoofden. Van ieder die luistert, vandaag of later. In de naam van Jezus. Kom met uw kracht, Heer. Ook in de verre landen zoals Nepal of Australië, Heer. Bekrachtig hen daar. Ik specifiek denk ik aan Nepal, waar mensen zijn die you need an anointing for the endurance for persecution. I bless you in Jesus' name with his endurance, with his power, with his healing and inner healing. Amen. Amen.